Wij staan hier voor de openbare basisschool Het Kruisrak, waar vandaag Rob Kok en juffrouw Els Damen afscheid nemen. Naast mij staat een moeder met twee kinderen. Ook de moeder heeft bij Rob Kok in de klas gezeten. Toen heette het nog Het Kompas. Carmen, kan jij eens vertellen hoe jij het ervaren hebt bij meester Rob Kok? Ik heb twee keer over bij Rob Kok in de klas gezeten. Toen nog in klas 3 en klas 5. Nu groep 5 en groep 7 zouden dat zijn. Het was altijd erg gezellig en erg leuke leraar om bij les te hebben. Dan krijgen we Jasmijn. Jasmijn, hoe vond jij het? Leuk, want hij speelde altijd veel op zijn gitaar en maakte altijd heel veel grappen. En nu vinden we het heel jammer dat hij weggaat. En dan krijgen we Koen. Koen, vertel eens. Grappig, want hij speelde altijd op gitaar. En hij maakte altijd veel grapjes. U ziet het, allemaal positieve reacties op meester Rob Kok. We gaan nu eens kijken hoe het afscheidsfeest georganiseerd is. Juf Els Damen en meester Rob Kok. Vandaag jullie afscheidsfeest hier op het Kruisrak. Ja. Els, hoe lang ben je werkzaam geweest bij het Kruisrak? 15 jaar alweer. 15 jaar, ja. En daarvoor ben je? Nog 5 jaar ingevallen op verschillende scholen in Amersfoort. En daarvoor ben ik thuis geweest als moeder. En ik heb bij de ANWB gewerkt als infirmatrice. Oh, dat is al heel wat anders dan je goed tijd gedaan hebt, hè? Ja. Ja. En dan hebben we meester Rob Kok. Ja. Rob, ik ken jou al heel lang. Dat heel ver terug, ja. Ja, er zijn ook ouders die de kinderen hier bij jou weer op school hebben. Ja. Waaronder wij ook. We hadden ook kinderen. Ja. Op het Kompas was het toen, hè? De eerste openbare school, ja. Ja, klopt. En jij bent nou totaal geweest onderwijzer? Ik ben dan nu, als dit schooljaar afgelopen is, ben ik 39 jaar onderwijzer geweest. Waarvan dan 24 jaar hier op de Kruisweg. Nou, dan mag je ook inderdaad wel gaan genieten van je pensioen, zal ze dat noemen. Uit, Heb je leuke dingen in het vooruitzicht om te gaan? Ja, met muziek. Ik heb al heel lang mijn muziek als hobby. Ik speel nog in een beentje en dat blijf ik ook doen. Dus daar kan ik heel veel tijd op hebben. Ik kan het thuis ook doen met mevrouw, met de buurman. Dus ik heb mijn tijd wel nodig, zou ik haast zeggen. Overal muziek rondom je heen? Ja. En ik heb nog een motorfiets staan die eigenlijk niet gebruikt wordt. Die kan ik ook eens uit de stof halen en daarmee gaan rijden. Dus ik heb genoeg te doen. Genoeg te doen. En we willen nog naar Indonesië. Dus, ook nog? Regelmatig. En Els, ga jij wat leuke dingen nog doen in de tijd? Oh, ik kom ook tijd tekort. Ja? Ik werk af en toe wel in de wereldwinkel als vrijwilligster. Ik probeer weer wat boeken te schrijven. Ik heb al een aantal boeken geschreven. Tennis, creatief. Ook op reis. Volgend jaar stopt mijn man ook met werken. Gaan we ook op reis. Gaan we ook naar Indonesië. Gaan we erop opzoeken. Dus nou, kijken of vervelen zal je niet. Ik denk het absoluut niet. Nee. Ik wens jullie een hele goede tijd toe. Dankjewel. En geniet vandaag nog van alle dingen die gaan gebeuren. Ja, we zijn heel benieuwd. We zijn benieuwd. Ja. Oké. Nou, dankjewel. Applaus voor juf Els en meester Rob. Altijd leuk om even een eerste reactie te horen. Wat gaat er op dit moment door je heen? Nou, spannend en leuk. Al die bekende gezichten. En ook nog een paar bekende gezichten van mijn huis. Mijn man en twee oudste zoons, die zitten daar ook. Dus extra leuk. Ja. En dan ga ik even naar meester Rob. Wat gaat er op dit moment door jou heen? Ja, ik vind het heel erg spannend. Ik weet helemaal van niks. De kinderen hebben ook niks willen verklappen. Ik heb het toch stiekem gevraagd. Zeg het maar. Mag van de meesters en de juf, mag van de mama's. Ze vertellen helemaal niks. Dus ik weet van niks. Goed hè, die kruisrakkers. Ja, ik vind het heel...
Ik hoop dat er een kop bij zit, dan ben ik gelijk natuurlijk. Ja.